Hey, de recreant hier. Ja. Dit is natuurlijk een beetje overdreven. Maar dit zijn wel dingen die ik zie overdag. Sorry. De recreant hier. Vorig filmpje heb ik met jullie iets besproken over schoeisel, goed hardloopschoeisel. Ik hoop dat het allemaal goed is aangekomen. Ik heb verder geen vragen gekregen, dus ik neem aan dat Hardlopen Nederland het begrijpt. Dit keer wil ik het even met jullie hebben over functionele hardloopkleding. Nou, met dit weer is dit niet functioneel. Toch zie je mensen zo lopen. En dan krijg je reacties van, ik heb niet zo lekker gelopen of het ging heel zwaar. Maar mijn lichaam kan zo die warmte ook niet kwijt. En dan kom je op de functionaliteit van je hardloopkleding. Functionaliteit van je hardloopkleding kan bepaalde dingen betekenen. 1. Het moet de warmte vasthouden voor als het kouder is. 2. Het moet lekker zitten. Lekker zitten tijdens het hardlopen. Maar nog veel belangrijker is dat het ook je warmte kwijt kan. Het moet ook je lichaamswarmte afvloeien. Daarom heb je verschillende laagjes in kleding om je te kleden tijdens ook verschillende temperaturen. En dat is ook voor een ieder weer apart. De een heeft het heel snel warm. De andere heeft het koud en die blijft het koud houden. Dus die zou zich anders moeten gaan kleden. Ook daarbij geldt dat je je moet laten voorlichten of kunt laten voorlichten bij een goede hardloopwinkel. Een sportwinkel die goed jou kan vertellen wat je zou moeten kunnen dragen tijdens het hardlopen. Zodat je warm blijft of tijdens warme temperaturen jouw vocht goed afvloeit. Want als ik hierin zou gaan hardlopen, loop ik helemaal vol en dan krijg ik het veel te warm en dan kan ik niet goed functioneren. Dus heb ik geen goed functionele kleding aan. De kleding die ik nu aan heb, is voor mij nu niet functioneel. Ik heb het veel en veel te warm. Ik zal eens wat van me afgooien. Zo, nu heb ik maar even het een en ander ontdaan en ga ik er wat over vertellen. Ik heb nog een thermoshirt aan. Een thermoshirt zou je eventueel in een beetje koudere temperatuur onder een functioneel hardloopshirt kunnen dragen. Dat kunnen ze allemaal vertellen in een hardloopwinkel. Ik vind het niet nodig, dus ook deze gaat uit. Die gaat eraan. Nu heb ik dus heel veel lagen al uitgedaan die een lange thermo, een lange tijd, een thermoshirt, een lange tijd, joggingbroek, een hardloopjasje, een buffje, een sportjas, een dikke overjas, muts en handschoenen. Een muts en handschoenen zou je kunnen dragen als het wat kouder is. Puur even om mee te beginnen, want als je begint te lopen, begin je warm te worden en moet je dit bij je kunnen steken. Voor mijzelf hanteer ik altijd de regel, de dagtemperatuur waarin je gaat lopen, plus 10 graden. Hoe zou je dan erbij lopen? Het is nu ongeveer 8 graden, plus 10 is 18 graden. Dan doe je geen muts op.
Geen handschoenen. Geen dikke jas. Dun jasje? Nee. Joggingbroek. Lange tijd. Misschien in het bos om je te beschermen tegen takken, maar anders niet. Thermo? Ook niet. Nou, dit zijn allemaal dingen wat ze je in een hardloopwinkel kunnen vertellen. Wat voor soorten laagjes je kunt dragen. Waar en wanneer. Ik hoop dat jullie hier ook wat mee kunnen. En zodra je dus die laagjes hebt aangetrokken, dat je gaat merken tijdens het hardlopen van hey, mijn lichaam kan zijn warmte kwijt. Of dit is lekker warm. Ik kan mijn lichaam zijn warmte vasthouden. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan zul je zien, doordat je verschillende laagjes aantrekt, met verschillende temperaturen, verschillende weersomstandigheden, dat je misschien lekkerder en makkelijker kunt hardlopen. Maar dat is per persoon verschillend. De een heeft het snel warm en de ander heeft het lang koud. Dus laat je daarop ook op voorlichten in een hardloopwinkel of een sportwinkel. Mensen, ik ga het spul bij elkaar rapen en dan ga ik met mijn loopje beginnen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en ik zeg tot een volgende keer.